gekozen voor deze opleiding? Uit interesse. En ook al heel mijn leven met paarden bezig ben. En heel perfect combineerbaar was, maar nog een andere opleiding ook. Daarvoor. Ik heb eigenlijk voor een vroedvrouw gekozen, omdat ik dat een heel mooi beroep vind. Ik vind het ook een beroep waarmee je altijd en overal terecht kan, omdat er eigenlijk op heel de wereld worden er, ja, kinderen geboren. Ik hoop van mijn hobby mijn beroep te maken. Het is al iets dat ik van jongs af aan altijd wou doen. Het is de bedoeling dat je je eigen werk maakt en dat je zelf genoeg aan opdrachten krijgt om betaald te worden en rond te komen zelfs. Dus het is onzeker, maar het is wel de meest plezierige wijze van onzekerheid. Het eerste spel dat ik gespeeld heb bijvoorbeeld was Duke Nukem. Dat is een klassieker, heel bekend en ja, voor alle gamers. En toen, zelfs toen voor dat spel al, ben ik direct begonnen met de levels maken. En voor mij was dat was mijn wereld. En ik wou al direct, allez, van begin af aan, van jongs af aan, levels maken. Werelden maken. Ik vind het even leuk om te geven als te krijgen eigenlijk. Doet ze het goed? Ja, heel goed. Ze mag direct beginnen. Een zware opleiding, is het een harde wereld? Keihard. Het was eigenlijk vooral het wellnesscoaching traject dat mij aansprak, omdat ja, nieuwe technieken zoals yoga en tai chi en kinderyoga eigenlijk, omdat het totaal iets nieuws is en dat je ook de mensen eigenlijk op een andere manier kunt benaderen dan de gewone technieken. Het is wel hard, omdat we hebben ook gewoon heel vaak weekends dat we hier moeten zijn of dat we s'avonds er moeten zijn. Bijvoorbeeld dit weekend moeten wij ook hier blijven gewoon en ja, dat moet je er wel voor over hebben. Maar ik vind wel, als je het echt graag doet, dan maakt dat op zich ook niet zoveel uit. Allee, ik vind dat bijvoorbeeld heel leuk om het heel druk te hebben, dat je zo mega veel stress hebt en zo. Ik vind dat eigenlijk wel tof.